Hengelsport Noord aan de Bedumerweg was vandaag voor het laatst open. De winkel is inmiddels bijna leeg en de laatste klanten komen koffie drinken, visspullen kopen en afscheid nemen van waarnemend eigenaar Klaas. Hij heeft de laatste tijd de winkel bestierd na het overlijden van de laatste eigenaar. Nee, want hij heeft 3 kinderen, 2 dochters en 2 jongens. En die jongens hebben allemaal een goede baan. En dat, ja, die wilden dat niet. Nee, dus. Dus vandaag de laatste dag. Ja. Is er nog iets speciaals vandaag? Oh nee, dat denk ik niet. Nee. Gewoon even de dag volmaken. En dan is het gebeurd. De winkel bestaat ruim een halve eeuw. En veel, vooral wat oudere vissers uit de stad, komen hier hun hengelsportartikelen halen. Het is niet alleen de winkel, hè? Het is ook een sociale bijeenkomst straks. En die jongens die rollen straks binnen. Ja, dan nuchter natuurlijk. Maar en dan zitten we erachter koffie te drinken. Dan krijgen we de hele grote verhalen. Van dia dit en dia dat en die moet daarheen gaan. Je kan niet een heleboel opdoen. Ik wil graag wat steuntjes hebben. Heb u die? Heb u die nog, steuntjes? Nee, die hebben we niet. Wakkertjes ook niet meer? Nee, dat is allemaal weg. Ook altijd morgens even een bakje koffie drinken en even ja, met elkaar praten. En dan, ja, en dan verder gewoon weer de dag. En dat is voor heel veel mensen heel belangrijk. En ja, dat is een beetje zonde, ja. Soms dan heb je een man of 6, 7 maanden zitten te koffie drinken en even praten en van dit en van dat. Het is gewoon even, ja, de mensen gaan er even bij, die komen hier even zitten in de viswinkel, maar ze komen wel attributen. Daar wel neemt natuurlijk mee, maar. En dat wordt nou straks vermist. En behoorlijk, dat weet ik zeker. Overigens was Hengelsport Noord niet verbonden aan één visclub. Vissers van verschillende clubs uit de stad kwamen naar de Bedumerweg voor maden, wormen, deeg en hengels.